Leslie Artist, ex-kapitein van Redi Doti en gewezen assembleelid van de NDP, is vanmiddag naar zijn laatste rustplaats gebracht. Vanmorgen was er in Auxerre gelegenheid voor personen om afscheid van Artist te nemen. Het lijk is onder begeleiding van een Sambora-groep al dansend naar binnen gebracht. Het was niet mogelijk op de traditionele manier afscheid te nemen van Artist. Dit komt doordat de kist dichtgehouden is, omdat alle plechtigheden rondom de uitvaart in het dorp Redi Doti gehouden zouden worden. President Desiree Bouterse heeft ook de laatste eer bewezen aan de ex-kapitein en de gewezen NDP-assembleelid. Onze nieuwsdienst kreeg aanvullend materiaal van Brasa Media, die te Redi Doti de begrafenis middels een fotoreportage heeft vastgelegd. Artist is ten grave gedragen op de begraafplaats te Redi Doti. In leven was hij voorzitter van de Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS. De ex-kapitein is 45 jaar geworden. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. ATV condoleert nogmaals de nabestaanden en wenst hen sterkte toe.